Als je een nieuw bed neemt, dan kijk je natuurlijk of die groot genoeg is, of die lekker ligt, of die er mooi uitziet. Maar waar niet gelijk aan wordt gedacht, is of het dekbedovertrek wel genoeg absorbeert. Iedereen verliest namelijk wel vocht 's nachts. Maar ja, hoeveel vocht verliezen wij eigenlijk per nacht? Ik volgens mij niks. Zo'n liter? Nee man. Een liter, dat is wel echt heel veel. Ik dacht dat ik eens gelezen had, zomers wel 2 liter dat het op kon lopen tot. Nou, dat haal je niet helemaal. Zo erg maak ik het niet. Nee. Als ik een uur sport, dan lukt me dat wel. Maar niet met slapen. Rick, jij weet alles over bedtextiel en vooral over dekbedovertrekken. Maar wat voor soort dekbedovertrek gebruiken wij Nederlanders eigenlijk? Nou, dat is van oudsher is dat hoofdzakelijk katoenen dekbedovertrekken. Dat zijn we zo gewend, omdat vanuit de tijd dat we overgingen van wollen dekens naar overtrekken, dat van katoen gemaakt is. En waarom katoen? Katoen is een natuurproduct, neemt veel vocht op en voelt goed aan, de huid. En zijn er nou eigenlijk veel verschillen in katoen? Jazeker. Je hebt grof geweven katoen en tot aan zeer fijn geweven katoen. En fijn geweven katoen, dat heeft het meeste vochtopname. Je hoort mensen altijd over hotelkwaliteit. Is het dan zo dat dat beter absorbeert? Ja, de hotelkwaliteit is van de hoogste dichtheid qua garen. Uiteraard is dat nodig omdat in hotels ook heel veel gewassen wordt. Daar hebben ze een duurzaam product voor nodig. Dus dat is de beste kwaliteit in katoen. Ja, maar dat katoen is natuurlijk wel echt heel erg duur, hè? Kan dat niet goedkoper? Ja, dat kan zeker. Ons product bestaat uit microfiber, waarvan een bestanddeel polyester is. Maar de ontwikkelingen en technieken zijn dermate ver dat het aanvoelt als katoen. Polyester is toch kunststof? Voelt het dan niet heel hard aan? Nee, dat voelt niet heel hard aan. Je hebt in het intro ook op een bed gelegen van microfiber. Ik denk niet dat je het verschil gevoeld hebt tussen katoen en microfiber. Ja, het was een heel lekker zacht bed, dus nee, dat heb ik niet gevoeld. Maar hoe absorbeert dat microfiber dan vocht? Door de nieuwste techniek wordt er filaments toegepast in het product. Dat noemen we cotton feeling yarns, zodat het aanvoelt en dezelfde eigenschappen heeft als katoen. Dus ook dezelfde absorptie. En toch wil ik er nog iets meer over weten. Dan ga ik je doorverwijzen naar mijn collega die er alles van weet. Ik wil graag wat meer weten over de microfiber. Microfiber is een materiaal wat ontwikkeld is uit bestanddelen van polyester. Maar we hebben het dermate ontwikkeld dat het gewoon aanvoelt als katoen en gewoon goed vocht absorbeert. Maar dat voelt eigenlijk hetzelfde. In ieder geval, deze is iets zachter dan die. En dat is microfiber. Dit is microfiber? Ja, klopt. Oh, dat voelt heerlijk. Maar en die leuke prints, die zie ik heel de tijd. Ik moet er de hele tijd naar kijken. Wie verzint dit? Wij zijn aangesloten aan een panel van designers. Wij geven hun wel bepaalde thema's aan. En sommige designs bedenken we zelf en proberen we zo goed mogelijk over te brengen op een dekbedovertrek. Maar kan het dan ook bijvoorbeeld dat ik een foto van mij met mijn man samen maak en dat je die dan op je dekbed kan drukken? Nu nog niet, maar in de toekomst is dat zeker mogelijk. Dat noemen we digitaal print. En dan kan je echt inderdaad een levensechte foto afdrukken op een dekbedovertrek. Maar wat zijn dan nu echt de trends? De trends momenteel zijn vooral natuurtinten, steigerhout, dekbedovertrekken met humor. Zoals? Man, vrouw, his side, her side, Mr. Right, Mrs. Always Right. Ja, dat vinden mensen toch wel heel leuk. Dat is ook heel erg leuk. En dan dat absorberen van vocht. Ja, wij denken er eigenlijk niet allemaal meteen over na. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Nou, dat is heel belangrijk. Tijdens slaap verlies je toch heel veel vocht. Maar hoeveel is dat eigenlijk? Nou, op jaarbasis verliezen wij als mens zijnde gewoon in het gedurende nacht wel 300 liter. Dan kom je bijna per dag op 1 liter uit. Oh, en hoe belangrijk is dan dat dekbedovertrek? Al het vocht dat je verliest moet opgenomen worden. Blijft dat op je lichaam, dan krijg je het heel warm en benauwd, broeierig en verlies je je nachtrust. Dus heb je een goed dekbedovertrek in een dekbed, die zorgt ervoor dat gedurende de nacht alle vocht opneemt, waardoor je het niet warm en benauwd hebt en gedurende de nacht gewoon door kan slapen. Ieder mens zweet dus. De een wat meer dan de ander, maar het is een feit dat ieder mens gemiddeld per nacht 1 liter vocht verliest.